Vandaag was de eerste racedag van onze Monaco Offshore Challenge 2019. De eerste race die we ooit hebben gevaren op open zee. Deze race was tussen Monaco en Ventimiglia en weer terug. En bracht natuurlijk allerlei uitdagingen met zich mee. In de zin dat de zee erg onvoorspelbaar is en we erg ver uit de kust hebben gevaren. De boot en het team hebben vandaag echt optimaal gepresteerd. Hierdoor hebben we ook gewoon de hele race heel erg hard kunnen varen. En we hebben zelfs een nieuw snelheidsrecord neergezet van wel 35 km per uur. Nou, dit is het snelste wat we met onze boot ooit zijn gegaan. En daardoor denken wij dat we echt het optimale en het beste uit de boot hebben gehaald. Nou, het is gewoon onwijs vet om op deze locatie met het team, deze setting, gewoon hier gevaren te hebben. Ja, tijdens de race heeft de boot perfect gepresteerd en zijn we echt tot het uiterste gegaan. Ja, na de finish bij binnenkomst in de haven zijn we erachter gekomen dat de bedrading van de zonnepanelen heel erg warm is geworden en helaas is beschadigd. Om geen onnodig risico met de zonnepanelen te lopen, hebben we besloten om morgen wel te gaan racen, maar zonder zonnepanelen aan te sluiten. Ja, het was een spannende race, maar na vandaag zijn we nog gemotiveerder om te laten zien wat een team van 28 studenten teweeg kan brengen. Een solo boot open zee.